Goedemiddag, welkom bij de Zuidas Vree Talkshow. De eerste show in de wintertijd en daar krijg ik altijd een warm en gezellig gevoel bij. Onze show zit weer vol met oude bekenden en nieuwe verhalen. Ik ben Ruud Jansen en dit is de Zuidas Vree Talkshow. John, welkom. Wat fijn dat je er bent. Nou, John, je bent geboren en getogen op de Antillen in Curaçao. Je hebt een opleiding theaterregie gevolgd. Vervolgens ben je naar New York gegaan. Daar heb je ook een opleiding gevolgd, filmregie en productie. Maar uiteindelijk, na een heel lang verhaal, ben je in de politiek beland. Hoe is dat zo gekomen, van theater naar politiek? Het is eigenlijk ook een soort toneelstuk, hè, wat daar wordt opgevoerd. Ik weet niet of het toneelstuk is, maar in ieder geval weet ik wel dat ik de overgang heb gemaakt nadat ik eigenlijk in Amerika in aanraking kwam met een hele bekende uiteindelijk politica ook. Zij was ambassadeur voor de Verenigde Naties, voor Amerika bij de Verenigde Naties, Madeleine Albright. En ik studeerde film en televisie en vervolgens ben ik een postgraduate gaan doen en toen kwam ik als stagiair bij haar terecht. En toen wou ik eigenlijk gaan promoveren. En toen heeft zij dat uit mijn hoofd gepraat. Ach. En vond ze dat ik eigenlijk me meer moest gaan richten als vanuit mijn leiderschapsrol... zou ik me meer met de politiek moeten gaan bemoeien. Ik ben toen eigenlijk lid geworden van de Democratische Partij in Amerika. En ben toen mee gaan lopen en ben leaderships cursussen en dingen gaan volgen. En in die periode was ik voorzitter van de Black Student Association van Columbia University, waar ik dan ook studeerde. En zo is het eigenlijk begonnen. En toen zag ik ook, in die periode zag ik wat de politiek voor mensen zou kunnen betekenen. Dus dat is eigenlijk de omswitch geweest. En toen ik dus terugkwam naar Nederland in 1996, toen ben ik me gaan oriënteren bij D66, Partij van de Arbeid, VVD. Dat is een beetje de marge waar ik in zocht. En ik voelde me toen thuis bij de Partij van de Arbeid. En zodoende ben ik dus toen actief geworden. Werd vrij snel daarna voorzitter van de Partij van de Arbeid in Amsterdam. Mm-hmm. En dezelfde periode was ook dat ik dan een extern adviseur werd van Rick van der Ploeg. Staatssecretaris, die werd in 1998 op een gegeven moment. En van het een kwam het ander. En toen ben ik gevraagd door Wouter Bos als ik op de lijst zou willen staan voor de Partij van de Arbeid. Spannend? Ja, in 2002 zijn mij gevraagd. En ik vond het heel spannend, want ik was wel aan het oriënteren naar iets anders. Ja. Maar dat had ik niet zien aankomen. Dus ja, van het een is het ander. En toen ben ik in de politiek beland. Dus Madeleine heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat jij in de politiek belandt? Ja, eigenlijk wel. Want ze heeft mij gezegd, je gaat toch niet promoveren? Je gaat toch niet de hele dag lesgeven daar op de universiteit? Dat is niks voor jou. Nee. Je bent een veel uitgesprokene persoon en zo. Nou ja, jij bent denk ik wel iemand die heel graag probeert het verschil te maken. Ja. En dat kan je natuurlijk heel goed doen als je een politieke functie hebt. Ja. Toch? Ook op andere plekken kan ook je op andere doen. Plekken zeker, maar met name politiek. Nou, we hebben elkaar 2 weken geleden ook op de Zuidas ontmoet. Wat was de aanleiding, John, dat we daar waren? De aanleiding was dat ik schrijf nu voor dat blad Hello Zuidas. Ja. Schrijf ik een column. Ja. En ik ben me toen gaan verdiepen in de Zuidas. Ja. Ik ben altijd geïnteresseerd in ondernemerschap, in kunst en cultuur, publiek en privaat, eigenlijk de combinatie daarvan. Het is ook niet voor niets dat mijn docenten op de middelbare school altijd dachten dat ik zakenman zou worden of zo. Maar ja, ik heb dat gewoon meegekregen van huis uit. Dus ik heb gezegd tegen het blad Hello Zuidas, ik constateer dat we het steeds hebben over diversiteit en inclusie. Iedereen heeft het erover. Mm-hmm. Maar hier op de Zuidas merk ik toch dat het volgens mij niet een vanzelfsprekendheid is. Nee. En ik vind, ik heb 3 jaar geleden heb ik geroepen, ooit bij een interview die ik had in de stad, in de ITA. Wat is dat, de ITA? Het Internationaal Theater Amsterdam. Ja. En daar werd ik geïnterviewd. En toen zei ik, het zou fantastisch zijn dat eigenlijk het Slavernijmuseum bijvoorbeeld op de Zuidas zou moeten komen. Oh ja. Waardoor je een bepaalde wereld bij elkaar zou kunnen brengen. Hoor. Maar dan wil ik je straks nog meer over. Ja, daar komen we zo op. Maar dus zo is het begonnen. Het niet het gras van de voeten weg. Ja, maar je stelt me een vraag, geef je een antwoord.
Dus zo is het eigenlijk toen begonnen. En toen ben ik me gaan verdiepen in de Zuidas ook. En toen dacht ik, het zou interessant zijn dat je eigenlijk juist hier zo'n internationale gemeenschap dit hier eigenlijk is. Ja. En het verbindt eigenlijk verschillende delen van de stad Amsterdam. Amsterdam is een zeer cultureel diverse stad. Die dat ook promoot op internationaal niveau. Mm-hmm. En het zou dus interessant zijn als we juist nu met elkaar in gesprek raken over hoe divers is de Zuidas eigenlijk. Ja. He, als je het hebt over diversiteit en inclusie. Ja. Dat was de insteek in het kader van Black Achievement Month, waar ik dan directeur van ben. Zo, vond ik het interessant om die werelden bij elkaar te brengen en die discussie met elkaar aan te gaan. Maar Black Achievement Month, dat is iets dat bestaat al lang. Het is de 7e editie hadden we dit jaar. En dit is de eerste keer dat het op de Zuidas. De eerste keer dat we het op de Zuidas hebben gedaan. Maar niet de laatste. Nee. En merk je dat, wanneer was het verleden jaar? Waar werd het toen georganiseerd? We hebben toen de discussie niet gevoerd. Oh, net zo, omdat we... We hebben wel verschillende discussies gevoerd. En toen hebben we eigenlijk meer vanuit... eigenlijk de veranderingen vanuit de jongere generatie aan de Vrije Universiteit. Oh ja. Is er ruimte voor meer kleur of meer diversiteit binnen de wetenschap of op de universiteiten? Vanuit die invalshoek hebben we het toen gevoerd bij de VU. Ja. Wat eigenlijk ook onderdeel is van de Zuidas. Zeker. Maar dit keer hebben we het meer gericht op de ondernemerschap en de kansen en de uitdagingen die er zijn op de Zuidas zelf. Ja. Ja. Nou, we drinken af en toe gezellig een kopje koffie. En het verbaast me iedere keer weer hoe bevlogen je bent. Of je nou de Black Achievement organiseert of je schrijft een column. En de laatste keer dat we met elkaar koffie dronken, vertelde je, daar had je het net al over het Nationaal Slavernijmuseum. Ja. Waarom vind je dat zo belangrijk, dat er komt? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is als je het hebt over verbinding in een stad, een verbinding in het land, dan is het ook belangrijk dat je de verhalen die we van elkaar denken te kennen, dat je dat eigenlijk ook extra aandacht geeft. Ja. Het slavernijverleden is niet iets alleen maar van de zwarte gemeenschap in Nederland. Het is een gezamenlijke geschiedenis. Het is het immaterieel erfgoed die we met elkaar delen. En dat is binnen de zwarte gemeenschap. Maar tegenwoordig hebben we, als je kijkt naar Amsterdam, zijn er 180 nationaliteiten. En we kennen onze verhalen, we kennen de verhalen van de verschillende mensen helemaal niet. En ik denk, als je zo'n heftige geschiedenis met elkaar deelt, zoals de slavernij, dan denk ik dat het belangrijk is dat je er niet alleen maar over praat steeds, of alleen maar herdenkt op 1 juli in het Oosterpark, maar dat je eigenlijk ook de discussie opent, het dialoog met elkaar aangaat, en ook, zoals wij weten, wat is er eigenlijk toen gebeurd? En hoe zijn de sporen van het verleden nog steeds aanwezig binnen die gemeenschappen? Dus, 1, we hebben toen het slavernijmonument, die staat er. Dat was ook heel heftig toen dat werd onthuld. Maar ondertussen vind ik dat we stappen verder zijn. Dus 1, denk ik dat het heel goed is dat het kabinet nu heeft aangegeven dat ze excuses gaan maken. En 2, denk ik dat het goed is dat je inderdaad een museum hebt die de verhalen vertelt van het verleden, maar ook van het heden, en een link kan maken met de toekomst. Ja. En dat we het eventueel, dat je ook moet kijken van hoe heeft de slavernij van toen impact tot op vandaag de dag? En wat betekent het voor de nieuwe generatie die eigenlijk aantreedt? En jij bent kwartiermaker. Ik ben een van de drie kwartiermakers. Want ik zie hier een foto inderdaad. Kun jij vertellen wie dat zijn? Ja, dat is David. Ja? David Brandwacht. Die is vooral aangetrokken, of hij is kwartiermaker fysiek. Dus hij gaat over het gebouw en alles wat daarmee gepaard gaat. Ja. Zorgen dat de bouw goed kan gaan verlopen. En Peggy Brandon is de kwartiermaker voor museaal. Dus zij doet de inhoud over wat er in het museum zou moeten komen. En ik ben kwartiermaker maatschappelijk. Dus ik moet ervoor zorgen dat al de verschillende groepen in de samenleving met elkaar in dialoog treden, draagvlak creëren, zodat mensen weten waar het over gaat, dat mensen geïnformeerd zijn, maar ook dat ik ze kan uitdagen om te participeren in het hele traject tot aan de bouw van het museum, maar ook daarna. Dus ik maak de verbinding tussen oud en jong, zwart en wit,
straight en gay en ga zo maar door. En hoe ga je dat doen? Dus ik ben begonnen met een hele participatieplan. Ja. En het participatieplan is dus niet alleen in Nederland of alleen in Amsterdam, maar dat is ook in de andere delen van het Koninkrijk. Dus we gaan ook alle 6 eilanden bezoeken van het Koninkrijk in het Caribisch gebied. Om de mensen daar te vragen hoe zij eigenlijk het museum zien. Want het gebouw komt in Nederland, maar je zal een link moeten maken met de eilanden. Want ja, daar is waar het slavernij eigenlijk fysiek heeft plaatsgevonden. En we gaan ook naar Suriname, omdat daar toch een groot deel van de Surinaamse gemeenschap, die woont ook in Nederland. Dus we gaan hun ook betrekken bij het geheel van de slavernijverleden van hier. En we zoeken ook de Molukse en de Indische gemeenschappen in Nederland. En de Papua-Nieuw-Guinea, die gemeenschappen zoeken we op in Nederland. Om ook met hun in dialoog te gaan en het te verbinden met elkaar. Om te zorgen dat je die verhalen ook betrekt bij de ontwikkelingen van het slavernijverleden. En daardoor hoop je dat er ook de toekomst, dat je die gezamenlijk die stap kan maken naar de toekomst. Ja, ik vind het een ontzettend mooi initiatief. En ik hoop, wat hoop je daarmee te bereiken dan? Nou, ik hoop te bereiken dat mensen, dat het een healing proces is. Een healing process is. Dat mensen het gevoel hebben dat ze eindelijk erkend worden. En dat je niet alleen maar weet dat het heeft plaatsgevonden, maar dat je erkent dat dat heel veel leed heeft gebracht in heel veel families. En dat dat generaties door zijn doorwerking heeft gehad. Ja. En tegelijkertijd moet je bouwen naar een nieuwe toekomst. Ja. Binnen Nederland, maar ook binnen Europa en de wereld. Ja. En ik denk, ik zeg altijd, cultureel diversiteit is niet alleen maar een mode. Maar ik denk dat we als we gezamenlijk kunnen bouwen naar een nieuwe toekomst, dat diversiteit daar definitief daar een onderdeel van zal uitmaken. Nou ja, ik vind het fantastisch, hè, dat je dit allemaal oppakt om ervoor te zorgen dat er meer diversiteit komt. Denk jij dat er een tijd komt dat we dit soort initiatieven niet meer nodig hebben? Of is dat utopie? Het is utopie. Ja? Ik denk dat het utopie is. Ik bedoel, misschien stilletjes in mijn hoofd zeg ik het. Ik zou hopen dat het er niet meer hoeft te zijn. Nee. Maar zoals ik de ontwikkelingen zie momenteel in de wereld, en als ik zie hoe de verrechtsing plaatsvindt in Europa, en misschien ook wel in Zuid-Amerika, dan ben ik bang dat dit nog een hele lange adem is. Dat we dat nog heel lang met elkaar er niet alleen maar over zullen moeten hebben, maar dat we ook acties zullen moeten ondernemen om te zorgen dat die gemeenschappen met elkaar verder kunnen. Ja. Ik word soms heel nerveus en ik ben soms best wel triest als ik zie dat die verrechtsing die plaatsvindt en de dingen die worden gezegd, dat drijft de groepen alleen maar meer uit elkaar. Dus gezamenlijk één vuist maken. Ik denk dat iedereen zijn verantwoordelijkheid zal moeten nemen. We zien net de verkiezingen in Amerika, in de Verenigde Staten van Amerika. Iedereen heeft zijn adem ingehouden. Het is minder erg ernstig dan we hadden gehoopt. Maar we zijn er zeker nog niet. En er nog lang, er komt weer een nieuwe Trump, die staat op. Hè? Dus dat betreft, we gaan het meemaken. En ik denk dat ook in Nederland dat we gewoon goed moeten kijken. En ik denk dat de Zuidas daar een belangrijke rol in kan spelen. Zeker, de Zuidas is toch, vind ik, het centrum van, nou niet het centrum, maar heeft een hele belangrijke functie met betrekking tot de verhalen die jij vertelt. Ja. Dat denk ik dat zeker, heel belangrijk want ABN is. ABN AMRO, volgens mij zitten we in een soort pand van ABN AMRO, die hebben een onderzoek laten doen over hun rol, ook in het slavernijverleden. Ja, ze hebben excuses aangeboden. Ze hebben excuses aangeboden. Ja. Ze hebben aangegeven dat ze een fonds gaan oprichten. Ja. Ja. Je ziet de Nederlandse bank, die gaat ook een fonds oprichten. Die heeft ook excuses gemaakt. ING is daarmee bezig. Ik denk dat iedereen met de billen bloot moet. Ja. En ik denk dat je dan pas weer kan bouwen naar een nieuwe toekomst. Nou ja, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Nou, gelukkig zijn er wel, er is bijvoorbeeld een omroep zwart bijvoorbeeld, hè, die is er. Ja. Dus die probeert daar ook een bijdrage aan te leveren. Ja. Dat er veel meer voor diversiteit gekozen wordt. Zeker, maar dat is niet genoeg. Nee, maar weet je wat ik soms ook wel eens denk, John? Ik ben zo bang dat dit ook polariseert, doordat je juist een aparte omroep. Ja. Of is dat gek wat ik nu zeg? Nee, het is niet gek dat je dat zegt, maar ik weet niet of ik het mee eens ben. Ik ben zo bang dat het misschien backfired. Ja, maar we moeten niet bang zijn. Ik denk dat die nieuwe generatie, ik heb toch wel hoop in die nieuwe generatie. Ja. Als ik zie hoe ze opereren,
Ze zijn heel moedig. Ze zijn heel moedig. En ik vind op de leeftijd die ik nu heb, vind ik het ook wel spannend om hun te coachen. Ja. Want onze expertise die wij in de afgelopen jaren hebben opgebouwd, die nieuwe generatie wil op een andere manier invulling daaraan geven. Ja. En het is aan ons om hun wat tools aan te reiken om te zorgen dat ze het beter doen dan wat wij hebben gedaan. En het is ook een leerschool voor mijzelf. Want doordat ik zie hoe zij opereren, kom ik ook op nieuwe ideeën. En ja, dat is juist het spannende. Ja, dat is het mooie. Ja. Daarom is het ook zo belangrijk dat jij ze vertelt, niet alleen jij, maar dat Nationaal Slavernijmuseum. Ja. Want over het verleden, want dat is, dat is wat een mens uiteindelijk een mens maakt. Als je je verleden niet erkent, precies, dan heb je ook geen toekomst. Nee. Vind je dat geen mooie afsluiting? Nou, kijk eens aan. John, ik wil je graag nog een keer uitnodigen als het Nationaal Museum staat. Ja. Hoe lang gaat dat nog duren? Nou, dat gaat nog wel even duren. Hoor. Oh nee, dan kom je veel Ik kom gewoon eerder terug, anders klop ik zelf wel op de deur. Nou, je bent van harte welkom. Ik ben heel dankbaar voor het delen van je mooie verhaal, John. Ja. Dank je wel. Dank je wel. Nou, David, welkom. Wat fijn dat je er bent. Leuk om hier weer te zijn. De laatste keer dat we tegenover elkaar zaten hier in deze setting, was de Valley nog volop in ontwikkeling. Ja. Nou, er wordt nu gewoond, er wordt geleefd, er wordt gewerkt. Heb je nog meer? Wat zijn de plannen voor onze Zuidas? Ja, dat, zoals je weet is dat best lastig even zo samen te vatten. Hè. We hebben op dit moment iets van 30, 40 projecten die in voorbereiding zijn. Je ziet op een aantal hele mooie plekken zie je weer nieuwe gebouwen uit de grond komen. Ik denk dat het goed is om toch even de Puls te noemen. Die in het kenniskwartier waar en 188 betaalbare middenhuurwoningen en een bioscoop en een stadsbos op hoogte en een mooi nieuw kantoor gaan verrijzen. Maar we zijn eigenlijk op dit moment vooral heel erg druk met heel veel woningbouwprojecten. Heel prachtig woningbouwproject voor starters, sociale huurwoningen voor starters, ook tegenover de VU. Ook een heel mooi project samen met Rochdale in Ravel. Het eerste project waar ook een nieuwe basisschool bij komt. Met een nieuwe mooie natuurspeeltuin erbij. Dus we zijn, we zijn nu echt aan het werk om de Zuidas ook wat gemengder te maken. Nou ja, het is langzaam verworden tot inderdaad een woongebied. En we zoeken natuurlijk heel graag de verbinding met de rest van Amsterdam. Hoe kunnen we dat doen? Hoe kunnen we dat bereiken, de verbinding tussen de Zuidas en de rest van Amsterdam? Ja, kijk, dat is natuurlijk uiteindelijk een van de belangrijkste vragen. Je ziet wel dat de afgelopen dat nog steeds het niet vanzelfsprekend is dat ook Amsterdammers de Zuidas beschouwen gewoon als een stukje van hun eigen stad. Ja. Het is ook niet zo heel gek. Mensen houden voor een deel ook hartstikke veel van Amsterdam, omdat het die prachtige oude grachtengordel heeft. Ja. Of die 19e eeuwse ring in de pijp en in Oud-West. Je ziet dat daar mensen nog steeds hartstikke graag wonen. Maar het leuke is, wat je natuurlijk al zei, we zien nu bijvoorbeeld de bewoners die in de eerste wijk Gerswin wonen. Ja. Je merkt dat dat ook weer een heleboel mensen aantrekt. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, helemaal niet zo heel veel expats. Die willen namelijk liever, als ze dan in Amsterdam zijn, in de grachten zitten. Maar dat is ontzettend voor Amsterdammers die het juist fantastisch vinden om in die hoogbouw, in die beetje grootstedelijke omgeving te wonen. En wij denken natuurlijk wel, met het komen van meer woningen, maar ook met betere voorzieningen. Je weet dat we bezig zijn met een heel mooi plan voor een museum. Ja. Dat ook betekent dat het leuk is voor andere mensen om hier te gaan komen. En je ziet dat eigenlijk nu bijvoorbeeld met de Valley zie je dat wel al gebeuren. Mensen vinden dat toch spectaculair. Het wordt een hotspot. Ja. Ik heb nog nooit zoveel Instagram. Ja, het is zo. Op de sociale media is het helemaal viral, hoor. Ja, het is echt. En dat zit dus op onze Zuidas. Maar je vertelde het net over het museum. Ja. Iedereen weet dat. Vertel eens, wat komt er? Nou, er is net in de gemeenteraad een belangrijk besluit genomen om eigenlijk definitief ruimte te bieden om in de oude rechtbank aan de Parnassusweg een door een filantroop eigenlijk geschonken particulier museum voor moderne kunst. Geweldig. Maar tegelijkertijd ook een maakplaats is waar kunstenaars kunnen maken, waar een podium in komt, waar zelfs in de oude kelder een voorziening waar wat later een muziekkelder, waar ook nog wat muziek kan worden gespeeld. En dat wordt allemaal gerenoveerd, dat hele gebouw wordt gerenoveerd door Rem Koolhaas. Dus daar ligt een prachtig plan. En daar gaan we nu... Dat is goedgekeurd. Ja, we zijn de laatste puntjes op de i aan het zetten over het huurcontract. Het is een heleboel techniek, geweldig. Maar dat gaat zeker gebeuren. Geweldig. Nou ja, weet je, dat wordt ook een soort hotspot, hè? Dat denk ik ook, Voor de Zuidas. En ik denk ook voor internationale hotspots.
hotspot. Dat is hoe wel de bedoeling. Hoe zit zo van Schiphol, zit je hier? Ik bedoel, dat is toch iets heel bijzonders? Zeker. Alleen, kijk, wat we natuurlijk eigenlijk op dit moment het belangrijkst vinden, is dat ook de Amsterdammers er wat aan hebben. He, dus we kijken, en dat is het leuk van ook de initiatiefnemer, die vindt het ook hartstikke belangrijk om met lokale organisaties, met lokale kunstenaars te werken. Ja. En dat is natuurlijk, je voelt ook dat op die manier de betrokkenheid van de stad, je vroeg naar de verbindingen, de betrokkenheid van de stad, maar ook gewoon de aantrekkelijkheid van de Zuidas voor andere Amsterdammers echt heel veel beter wordt. Mooi. Nou ja, de filantroop heeft ook een Zuidas, een band met de Zuidas. Zeker, toch? Zeker. Dus, hij heeft een hele mooie grote onderneming hier opgericht. Maar ik vind het meer aan hem om daar zelf over te vertellen. Ja, dat vind ik heel mooi gezegd inderdaad. Ja, mooi. Nou, er is heel veel aandacht besteed aan, en wordt nog steeds besteed aan mobiliteit, aan bereikbaarheid. Neem ons mee in de laatste ontwikkeling. We hebben heel veel mobiliteitsplannen, toch? Of, ja, er gebeuren maar mobiliteitsinitiatieven. Ja, kijk, het belangrijkste is natuurlijk het grootste, het project Zuidasdok. De verbouwing, de verdrievoudiging van Station Zuid. Dat heeft een hele tijd, dat is in ingewikkeld vaarwater geweest, omdat er een behoorlijk groot financieel tekort op dat project zat. Tegelijkertijd is inmiddels voor heel Nederland, ook gelukkig in Den Haag, duidelijk hoe belangrijk eigenlijk dat station is, ook als een soort knooppunt in heel Nederland. Om ook de treinen in Noord-Nederland en Zuid-Nederland sneller te kunnen laten rijden. Ook om uiteindelijk internationale treinen hier naartoe te brengen. En op dit moment, deze middag, vindt een heel belangrijk bestuurlijk overleg plaats, waarin we hopen een hele belangrijke stap voorwaarts te kunnen zetten. Dat zou natuurlijk ontzettend goed zijn. En daarnaast zie je natuurlijk wel dat we steeds meer beginnen te beseffen. Het wordt gelukkig na corona, het wordt ook weer drukker in het openbaar vervoer. Het wordt weer drukker op de weg. En we realiseren ons wel steeds beter dat zo'n fantastisch centrumgebied met zo'n heel groot station erin ook wel betekent dat we op een andere manier moeten kijken. En bijvoorbeeld dat de rol van de auto in zo'n gebied wat zal moeten worden teruggeschroefd ten voordele van met name fietsers en voetgangers. Om ook de leefbaarheid en eigenlijk de toegankelijkheid van het gebied goed te houden. Ja. Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel initiatieven, onder andere van de Green Business Club, toch? Ja. Heel veel mooie initiatieven hebben om dat te bewerkstelligen. Woningbouw, daar hadden we het net over. Reinier van Danzicht, wethouder woningbouw, grondontwikkeling en ruimtelijke ordening. Ja. Die geeft aan dat het de huidige woningcrisis en de moeilijke omstandigheden in de bouw en de woningmarkt de mogelijkheid biedt om toch misschien nieuwe keuzes te overwegen. En wat zou jij bijvoorbeeld denken? Denk jij dat er aanpassingen zijn voor de 40-40-20 regeling op onze Zuidas? Nou, kijk, dat is op dit moment is dat ook helemaal is het niet de bedoeling ook van ons ook als Zuidas-organisatie. Nee. Het is natuurlijk een gegeven dat de omstandigheden voor het, aan de ene kant is er een ontzettende urgentie om snel meer woningen te bouwen. Ja. Er is ook echt een crisis in de woningmarkt. Tegelijkertijd met inflatie en de stijgende kosten van energie zie je ook dat bouwkosten enorm stijgen. Ja. Dat betekent dat het echt nog ingewikkelder is om op tempo met goede woningbouwprojecten van de grond te krijgen. Daar ook is het gesprek met Den Haag heel belangrijk over. Ja. Over de versnelling van het kabinet trekt middelen uit voor de versnelling van die woningbouw. Nou, daar wordt ook op dit moment over gesproken. En kijk, het idee volgens mij van de wethouder is om in ieder geval slim maatwerk ook toe te passen. Om wel te blijven kijken, om niet alleen maar op principes bepaalde projecten vast te laten lopen. Maar het is binnen de Zuidas is het een enorme sterke ambitie. Juist om dat sociale weefsel, ook om die samenhang, om die diversiteit aan bewoners, om te laten zien dat zo'n hele mooie plek die we hier aan het maken zijn, dat die voor iedereen toegankelijk is, vinden wij, willen wij absoluut die ambitie niet loslaten. Nou, daar ben ik heel blij om. Dus er is, kijk, dit is ook geen Natura 2000 gebied. Dus ik neem aan dat de bouwstop hier ook niet van toepassing is. Ja, dat is ingewikkelder. Dat, is wat, dat wordt snel wat technisch. Maar korter dan ook nu? Nou, je moet een van de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State net, de zogenaamde Portos-uitspraak, is dat er ook tijdens de bouw moet worden gekeken of er stikstofdepositie als gevolg van het bouwproces is. Daar was een vrijstelling voor en die is daar is een streep doorheen gegaan. Dus dat betekent dat er wel goed onderzoek moet worden gedaan, maar vergeleken met een heleboel andere gebieden is Zuidas niet zo dicht bij Natura 2000 gebieden dat we heel veel risico's verwachten. Maar het vergt nog wel even goed kijken.
Nou, kun je ook iets vertellen over de plannen die... Want we zouden bij het Beteringspark heb je de kapel en de convict. Ja. En daar zou in de eerste instantie een dependance van het conservatorium komen. Nou, dat is even stopgezet, want dat volgens mij was het te duur, denk ik, toch? Ja, dat is ontzettend jammer. Dat is eigenlijk het eerste slachtoffer van de stijgende bouwkosten. Ja. Dat met name zo'n onderwijsinstelling heeft natuurlijk ook te maken met allerlei normen over hoeveel geld ze eigenlijk kunnen uitgeven aan zo'n uitbreiding. Ja. Dus tot grote spijt ook van hen en van ons is dat niet doorgegaan. We hebben toevallig net daar een marktconsultatie, zoals wij dat noemen. Dat betekent eigenlijk gewoon dat wij aan de wereld vragen... we zijn van plan om hier weer nieuwe plannen voor te maken. Wat is ongeveer de behoefte? Waar wordt ongeveer aan gedacht? En tot onze grote vreugde heeft dat wel 17 hele enthousiaste organisaties... van hele ervaren broedplaatsorganisaties, projectontwikkelaars, culturele organisaties... Die zich eigenlijk allemaal hebben gemeld met hele mooie plannen. Dus het wordt nog kiezen. Maar dat is toch een bevestiging hoe mooi de Zuidas is? Absoluut. Dat je daar daar wel heel graag bij wil horen. Nou ja, ik word er alleen maar blij van. Dat zal iedereen die de Zuidas een klein beetje kent, weet natuurlijk dat dat plekje ook in het Beatrixpark, zo vlak bij het station, maar tegelijkertijd in de Luwte en in dat prachtig aangelegde park, dat is wel een pareltje. Ja. En daarom vinden we het ook belangrijk dat dat een hele mooie maatschappelijke invulling krijgt. Ja, en komen daar nog, want ik had in een wandelgang gehoord dat in het Beatrixpark ook ook appartementen worden gebouwd? Of is zeker. Dat, ja? Het is niet in het park, en daar moeten we even specifiek voor zijn. Het is aan het park. Aan het park. Het was onderdeel van de politieke discussie. Oh. Eigenlijk in de oude plek, het hele gebied tussen waar het nu Sint-Nicolaas Lyceum in zit. En kapel en convict, dat was ooit allemaal van de katholieke kerk. Oh. Het was eigenlijk één groot complex. En op die plek hebben we op een gegeven moment tijdelijk weer de natuur heringericht, terwijl we plannen aan het maken waren, maar tegen de A10 aan. Waar eigenlijk op het moment dat Zuidasdok de tunnels gaat graven, daar de tunnel al onder de grond is. Dus dat wordt een hele, ook veel geluidsluwere plek. Mm-hmm. Daar komen twee grote woontorens. En we hebben net de plannen afgerond voor een heel mooi kleiner woonblok, wat precies achter het Sint-Nicolaas Lyceum komt. Waar we echt een prachtig ontwerp hebben gekregen. Wat echt een soort natuurinclusief ontwerp is, waar we nu de plannen verder voor gaan maken. Dus dat gaat helemaal op in het Beatrixpark? Dat is de bedoeling, ja. Maar dat is dat ook 40-40-20 regeling daar? Daar zitten in deze drie gebouwen zitten geen sociale woningen, maar er zitten wel veel middenhuurwoningen in. Top. Zeker. Die had al iets verteld over Zuidasdok. Ik zie hier een foto. Wat moet er allemaal nog gebeuren bij het Zuidasdok? Nou, dan moet ik nog voor een uurtje terugkomen. Hè. Dat is behoorlijk wat veel. Wat is het eerste? Kijk, het belangrijkste wat er nu gaat gebeuren, wat we ook de komende tijd gaan zien, ook in tegenstelling tot wat veel mensen dachten, het project heeft natuurlijk helemaal niet stilgelegen. Het ingewikkelde is met zo'n project, met zo'n hele lange looptijd, kan het natuurlijk zijn dat op het moment dat je niet al het geld op je rekening hebt, maar wel genoeg geld om bepaalde dingen door te laten gaan. We hebben natuurlijk geprobeerd zoveel mogelijk gewoon aan het werk ook te blijven. Ja. Een van de mooiste dingen die we nu gaan zien is dat er een hele nieuwe stationspassage gegraven wordt. De A10 heeft al een paar weekenden dicht gezeten, zodat daar een dak boven kon worden gemaakt. De funderingen zijn daarvoor aangelegd, dus eigenlijk is alles bijna klaar om de komende jaren in het dijklichaam een nieuwe stationspassage te gaan graven. Geweldig. Waardoor dus eigenlijk het station al een heel stuk groter wordt. Nou ja, wij wonen hier zelf op de Zuidas. En ik moet je zeggen, er is altijd bedrijvigheid op het Zuidasdok. Ja, dus wat dat betreft, hard gewerkt. Ik heb niet het idee dat het helemaal stil ligt. En ik zie hier een hele leuke foto. ik zie hier de nieuwe locatie van Albert Heijn op de Parnassusweg. Maar ik zie ook een carillon aan fietsen. Een bende. Wil je iets vertellen over de nieuwe locatie van Albert Heijn of over het fietsbeleid van Zuidas? Nou, kijk, het illustreert wel een beetje wat ik dus net vertelde. Een van de gevolgen ook van het bouwen aan Zuidasdok is dat er ook weer allerlei fietsparkeerplaatsen weer eventjes tijdelijk moeten een nieuw plekje moeten vinden. Ja. En kijk, een van de grote mooie dingen die je hier eigenlijk ziet is dat er een ongelofelijke aantrekkelijkheid is in Amsterdam voor het gebruik van de fiets. Ja. En dat betekent tegelijkertijd dat wij voor een uitdaging staan om 5000 fietsparkeerplaatsen nog te vinden. Nou, we hebben gezien dat we onder het Amaliaplein, de vroegere Vijfhoek... Oh, hè? Die zit hier. Ja, en hier onder het Malerplein, prachtige fietsparkeergarages. Maar daar zijn we voorlopig nog niet mee klaar. Dat beschouwen we als een hele mooie opdracht om de aantrekkelijkheid voor fietsers te vergroten. Maar zoals ik al zei, dat betekent waarschijnlijk wel iets voor de auto. Tja, nou, dat betekent iets voor de auto. Zullen we daarmee
ons leuke gesprek beëindigen. Wat ga je doen van het weekend? Heb je nog leuke plannen? Ik ga een verjaardag van mijn moeder vieren. Mijn moeder is 75 geworden. Gefeliciteerd! Dankjewel. En dat gaan we morgen met de kinderen samen vieren. Nou, ga lekker genieten van de verjaardag van je moeder. Dankjewel, David. Dankjewel. En ik hoop je gauw weer een keer terug te zien, jongen. Van harte. Dankjewel. Joep. Goed. Jan, welkom. Wat fijn dat je er bent. Ja. Het is even geleden, hè? Ja. Zeker een tijd geleden, maar we hadden allerlei specials met de ABN Kunst. Prachtige dingen, depots die getoond werden. Vastgoedcafé. Ja. Het is vandaag, het wordt 13 november wordt het uitgezonden. Ja. We nemen het nu 11 november op. Oh, jij verklapt het al, ja. Ja. Okay, nee, prima, dan kan ik onbekommerd spreken over het feit november dat het 11 november dag. Is. De 11e van de 11e. Vertel. Sint Maarten. Ja. Sint Maarten. En dat bracht me eigenlijk op mijn vraag die ik aan jou wilde stellen. Wanneer heb jij voor het laatste verstoppertje gespeeld? Nou, vanmorgen nog. Vanmorgen nog? Nee, hoor, kijk grapje, eens al. Ik kijk maak eens een al. Grapje. Nee, heel lang geleden. Heel lang geleden. Ik schat in dat je, dat je kind als kind. Als kind. Ja, exact. Hey, dus dat is heel opmerkelijk dus dat we het spel afleren. Dus wij spelen niet meer als mensen. Als volwassen mensen wordt je geleerd dat een spel schijn is. En dat je eigenlijk naar een volwassen wereld toe moet met een volwassen idee van dit is werkelijk en dit is waar. En dit is de waarheid en daar gaan we dan met elkaar over in discussie. Maar het aardige juist vind ik van de aantrekkingskracht eigenlijk van dingen als Sint Maarten, is dat als het er is, dan geloven we er weer helemaal in. En dan komt er ook een soort lichtheid en luchtigheid in, in de stad. Dat is heel opmerkelijk. Ik weet niet of bij jou kinderen aan de deur komen in Amsterdam. Zeker, ja. Ja, ik zie ook plotseling, dat is ook een verschijnsel. Ik zie ook plotseling dat er spinnenwebben en pompoens worden uitgehold. Ja. Waar de expats wonen, dat daar weer een ander feest wordt gevierd, Halloween. Halloween, ja. Zo ongeveer in dezezelfde periode. En het zijn natuurlijk eigenlijk allemaal feesten die te maken hebben met onze, laat ik zeggen, Keltisch-Germaanse wortels van heel lang geleden. Toen we de donkere winter ingingen en daar ons op moesten voorbereiden door extra eten in te slaan en dat soort zaken. En de godheden, de Wodan, die vroegen dat dan van ons. Maar het aardige vind ik dat die feesten in de loop der tijd een soort andere communicatie zijn begonnen. Want dit is het feest van Sint Maarten. En Sint Maarten is dus eigenlijk een patroonheilige. En die heeft dus eigenlijk min of meer een soort voorbeeld gegeven hoe je met elkaar een mooi spel zou kunnen spelen. Sint Maarten was in de hele vroege tijd, 351 na Christus om heel precies te zijn, was hij een Romeins aanzienlijk legionair die bij Tours een zwerver ontmoette, een bedelaar. Ja. En zo ontdaan was door het gezicht van deze bedelaar dat hij spontaan hij was een Romeinse legionair, hij pakte zijn zwaard, hij pakte zijn mantel en hij sneed de helft van zijn mantel door en gaf die aan de bedelaar om hem warm te houden voor de nacht. Wat barmhartig. Zeer barmhartig. Niet de hele mantel, heel opmerkelijk. Nee. Ik heb het ook even naast het zoeken waarom hij dat nou niet deed. Maar de halve mantel behoorde tot voor de keizer. Dat was van de Romeinse keizer, dus die mocht niet geven. Oh. Maar wat van hem was, zijn persoonlijke bezit, dat gaf hij aan de bedelaar. Toen verscheen, dat zul je altijd zien, in een droom verscheen niemand minder dan de Heer Jezus zelf. En die zei, en dat is een tekst uit Matthäus, die zei, wat je voor de minste hebt gedaan, dat heb je aan mij gedaan. In het gezicht van deze bedelaar heb je mij ontmoet. En dat is natuurlijk een prachtig idee. Dat je inderdaad juist in, laat ik zeggen, iets wat je voor een ander doet, wat je aan een ander geeft. En dat je dan juist eigenlijk, laat ik zeggen, iemand ontmoet. Als Jezus, zeg maar even. Dat is heel opmerkelijk dat plaatsvindt. En dat spel, dat wordt eigenlijk nog altijd gespeeld op dat feest van Sint Maarten. Dus die kinderen, dat zijn de bedelaars. Dat is de bedelaar. Ja, de kinderen zijn de bedelaars. Die komen om iets, die vragen jou iets. En het idee is ook inderdaad dat jij dan eigenlijk op dat moment even Sint Maarten bent. Die een verbinding maakt met de mensen die jou iets vragen. Dan moet ik er eerlijkheidshalve bij zeggen, als je niks geeft, is er ook nog een ander liedje wat ze zingen. Maar dat je Sint Maarten zag zeggen dat je Sint Maarten niet bent. Dus dan krijg je het ook een beetje ervan langs. Ja. Maar het idee is dat je wordt opgeroepen eigenlijk om een feest met elkaar te vieren. Ja. En in die zin elkaar te zien en elkaar even te ontmoeten. En dat dan inderdaad met die oude symboliek van wat snoep geven en dat soort zaken. Maar het is eigenlijk een interactie tussen mensen. Ja.
En ik bedacht me dat dit soort feesten in de stad, die eigenlijk oude wortels hebben, dat die eigenlijk heel erg belangrijk zijn om te koesteren. Want wij zijn denk ik een beetje in onze instrumentele wereld vergeten dat we eigenlijk spelende mensen zijn. En heel lang geleden schreef niemand minder dan historicus Johan Huizinga een boek. Dat noemde hij de homo ludens, de spelende mens. En hij zei eigenlijk pas als je speelt, dan pas ben je echt mens. Wat een prachtige ja, gedachte. Ja. En wat ik ook zo mooi vind van dit verhaal, is de verbinding. Ja. Want dat missen we zo in deze tijd. Ja. De connectie. Ja. En ik denk inderdaad dat je die connectie volgens mij met elkaar tot stand kunt brengen. Niet alleen door wat John Leerdam net ook zei, door elkaars verhalen te delen. Maar ik denk ook door met elkaars feesten te vieren, als een soort spel. Ja. En het aardige is dat je dat heel veel verschillende, diverse feesten in de stad hebt. En wat zou het nou aardig zijn, en dan komt het ook een beetje op de Thomas, als dat één van de plekken zou zijn waar je als het ware even heel serieus dat spel met elkaar speelt. Namelijk het spel van de liturgie, het spel van de ontmoeting, het spel van het aansteken van de kaars, wat we onlangs hebben gedaan om onze doden te herdenken. En dat dus eigenlijk één van de speelhuizen is, zeg maar even, in de stad. Er zal er mogelijk nog meer zijn, maar waar dat spel weer heel serieus wordt genomen. Heel mooi. Dus de Thomas is een plek waar je weer kind kan zijn. Ja, inderdaad. En ik denk eigenlijk ook als je gewoon kijkt naar wat nou op zo'n zondagmorgen gebeurt, is dat natuurlijk ook eigenlijk een soort spel wat je met elkaar speelt. Ja. Ik zal maar even zeggen, ik was even de dominee en u was even op zoek naar zin. En even vinden we elkaar ook in het aansteken van de kaars, in stil met elkaar staan, de wereld een beetje aan elkaar te laten voorbij trekken in een ander perspectief. Waardoor je als het ware weer herinnerd wordt eigenlijk aan het ontvankelijk en open karakter wat je ooit had als kind. En dat je ook, laat ik zeggen, anders dan alleen maar rationeel, maar ook heel zintuigelijk even voelt wat het is om mens te zijn. Nou. Want het is ook een kwestie van ruiken, van proeven, van eten. Van alle zintuigen. En dan eigenlijk pas, en je merkt het ook vaak zelf als je speelt. Zodra je zegt, dit is maar een spelletje, is het spel weg. Dan is het weg. En een kind herinnert je weg. Ja, exact. Ja. Dus dat mooi. Dus eigenlijk een grote oproep om als volwassene weer een homo ludens, een spelende mens te zijn. Nou, laten we met z'n allen een spelend mens zijn. Juist. Dankjewel. Juist. Dankjewel, Evert-Jan. En tot de volgende keer. Ja, nou ja, graag gedaan. En graag tot de volgende keer. Mike, Eline, welkom. Wat fijn dat jullie er zijn. Mike, zal ik met jou beginnen? Jij bent coördinator bij de Voedselbank. Dat is goed. Wat houdt dat precies in, Mike? Coördinator, dan ben je een coördinator van de uitgiftepunt. Ik ben coördinator van de uitgiftepunt Zuid. Ja. Die is vrij groot. En we hebben ook in de laatste jaren ontwikkelingen gehad dat we in plaats van kratten uitdelen een supermarkt zijn geworden. Met alles erop en eraan. En vooral met de hulp van de Green Business Club en de participanten, die moet ik absoluut niet vergeten, die echt met geld en met donaties en wat dan ook voor hebben gezorgd dat het hele gebouw wat nu van ons is, of tenminste we huren het van Vastgoed Amsterdam, maar we mogen nu het hele gebouw gebruiken. Er zitten ook andere sociale verenigingen erin, die ons ook heel erg goed helpen wat dat betreft, om de klanten die in armoede leven eigenlijk een opstap te maken om daaruit te komen en hun eigen leven weer op orde te krijgen. Prachtig zeg. En de Green Business Club en de Voedselbank, hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Hoe is dat? Dat is mijn voorganger, Marius Singels. Ja? Dat is bijna weer 10 jaar geleden. Die dacht van, ja, we moeten een of andere manier gelden krijgen. En Zuid, wij zijn uitgiftepunt Zuid. Ja. Wat is het beste? We gaan even kijken wat de Zuidas voor ons kan doen. Ja. En is brutaal erop gestapt en heeft toen ook ontdekt dat er een Green Business Club bestond. Dat, hè? Ja. Ja. En dat heb ik, ik ben nu 6 jaar actief als coördinator, als zijn opvolger. En ik heb die contacten echt verhevigd en ook blij dat ze ook zijn blijven bestaan, want we hebben ze hartstikke nodig. Nou ja, het wordt ook steeds groter, want jullie hebben elk jaar een actie, hè, voor klopt. De Voedselbank. Ja. Misschien kun jij daar iets meer over vertellen, Eline, hoe dat is, die actie? Nou ja, het is inderdaad, dit is de 10e actie geweest. 10 jaar geleden zijn we dat eigenlijk gaan starten vanuit het idee dat die bedrijven zijn verbonden dan in de Green Business Club. We willen verduurzamen met elkaar, maar dus ook sociale duurzaamheid. En een van de pijlers was daarbij verbinding.
Want dit is... Meer verbinding. Ja, hou op. Ja, ja, maar ja, het is belangrijk. Dat is mijn stokpaardje. Het is jouw stokpaardje en ook wel die van ons. Ja, dit is natuurlijk een gebied met allemaal kantoren. Maar intussen wonen hier ook steeds meer mensen. Maar wonen hier ook heel veel mensen omheen. Ja. En ook mensen in een heel andere situatie dan veel mensen die hier werken. En het leggen eigenlijk van die brug wilden we creëren. En nou ja, wat is dan nog meer logisch dan die verbinding leggen met de voedselbank? Ja. Waarbij we misschien echt iets vanuit het gebied kunnen betekenen voor een groep mensen die het nodig heeft. Dus zodoende zijn we toenertijd een actie gestart. En ja, heel simpel toen zoveel mogelijk houdbaar voedsel inzamelen. Ja. In toen nog een week en nu doen we dat 2 weken lang. Ja. En nu combineren we het ook nog met gelddonaties, want het is ook handig. En, dat is toch zeker handig. Want waar zijn jullie nu voor aan het sparen? We zijn voor dat vind ik ook een goed idee voor de Green Business Club, ook uit die verduurzaming, voor een elektrische vrachtauto. Maar echt een goede elektrische vrachtauto. Ja. Al onze vrachtauto's rijden nu op diesel, maar dat is natuurlijk behoorlijk milieuvervuilend. Nee, als je partner bent van de Green Business Club, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Nee, dan moet je echt op elektrisch. Daar wordt geld voor ingezameld. Ja, we zijn ook erg blij met de kratten die we krijgen. Tuurlijk, dat snap ik. En Eline, jullie hebben meerdere partners hè, die bij dit soort, bij de voedselbank, bij deze initiatieven zijn betrokken. Bijvoorbeeld Knappe Koppen. Hoe zijn die bij jullie terechtgekomen? Nou, dat was super. Dit jaar hebben we inderdaad eigenlijk een hele mooie samenwerking. Is er tot stand gekomen tussen Knappe Koppen en Circle ook, waar wij ook zitten. Tuurlijk, Circle. En Circle ook heeft, dat is fantastisch. We hebben een week lang met een hele mooie stand met Knappe Koppen gestaan hier in de lobby beneden. Daarvanuit konden we op het plein ook collectebussen rond. Je hebt een plek waarvanuit je ook kunt communiceren. En waar het heel zichtbaar is. Hè, de kratten stonden daar ook. Heel veel enthousiaste mensen. Dus dat was, we willen ook heel erg heel veel dank aan deze organisaties. Want die hebben zeker geholpen om straks bekend gaan maken. Ja, een mooie opbrengst. Dat gaat Mike zo meteen doen. Ja. Maar heb jij nog behoefte aan meerdere partijen die zich, zoals Knappe Koppen, die zich bij jullie zouden kunnen aansluiten? Nou ja, ook meer van onze. We hebben, participanten. Precies, participanten, maar ook andere bedrijven in het gebied. Volgens mij kan Mike het beste zeggen, maar ik weet in ieder geval van Mike dat jullie altijd structureel, want dit is 2 weken en dit levert, geeft een beetje een boost aan jullie voorraad en aan hopelijk ook de vrachtwagen. Maar er is altijd hulp nodig en er is altijd geld nodig door het jaar heen. En er zijn ook al mooie voorbeelden van bedrijven die dat doen, die zelf een tennistoernooi organiseren, geld inzamelen en dat aan jullie doneren. Dus ja, die oproep, wacht niet tot we gezamenlijk iets organiseren. Je kunt zelf ook altijd terecht om je in te zetten. Het zou eigenlijk een duurzaam initiatief moeten worden. Dus niet alleen maar 1 keer per jaar, maar gewoon het hele jaar door, denk ik, toch? Mag ik daar nog even op in? Dat gebeurt ook. Ik bedoel, dat gebeurt ook? Ja, want ik bedoel, via de Green Business Club heb ik al die participanten leren kennen. En die, dus buiten de Green Business Club, op individueel, gaan ze ons heel erg goed helpen. Ik noem maar Van Doorn, Lois de Louvre, Ellen & Overy, CBRI. Die hebben al zoveel gesponsord, geld gegeven. Echt het hele jaar door? Ja, het hele jaar door. Als ze tweedehands laptops hebben, geven ze dat aan ons. Kan ik het ook weer aan de klanten geven. Ja. Dus het is niet alleen maar deze 2 weken. Nee, ik bedoel, daardoor ben ik ook heel blij dat ik via de Green Business Club al die participanten heb leren kennen. En die ons ook echt goed helpen. Dat is echt, maar moet ik echt even benadrukken. Nou, ik vind het fijn dat je de tijd ervoor genomen hebt. Ja. Wat is de opbrengst? Geld dat weten we nog niet. Geld kan ik nog niet noemen, omdat de week nog doorgaat. Ja. En Van Doorn die geeft ook nog extra geld erbovenop wat er boven is gekomen. Maar tot nu toe hebben wij 200 kratten. En dat is heel erg veel. Ja, 200 volle kratten, jongens. Volle kratten. Zo'n krat is tussen de 40 en 50 euro waard. Dus moet je even meerekenen. Fantastisch. Kijk, en in die zin is dat heel erg veel. Omdat vroeger kregen we wel iets meer kratten. Maar dat komt omdat we geen geldinzameling hebben. Nee. Nu hebben we een geldinzameling. En hebben jullie. Dus nu is en. Ja. Dus en kun je trouwens nog steeds doneren, Eline? Ja, ja? Zeker. Ja, ja, ik weet niet of jullie zo'n op het scherm de QR-code kunnen toveren. Want dan kunnen mensen
Ja, met je mobieltje en dan komt er een linkje en dan kun je zo nog geld doneren. Dus ja, dat is nog steeds hartstikke welkom. Ja. En dat is via de website van de Green Business Club te zien? Ja. En via de website van de Zuid-Oost-Zee Talkshow. Ja. Dus ik zou zeggen, mensen, op die QR-code klikken en dan lekker geld doneren voor die elektrische vrachtauto. Ja, absoluut. Ja. Eline, even iets heel anders. Je hebt inmiddels al aan zoveel projecten gewerkt. Hele mooie projecten. Hoe lang zit je hier eigenlijk al bij de Green Business Club? 10 jaar. Lang zal ze leven! Lang zal ze leven! Nou, en we hebben voor jou... Nou word ik rood, ja. Peet kijkt al. Ja. Nou, lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de glorie. Ja, gefeliciteerd. Lieve schat, kijk toch eens. Speciaal Peter, wat leuk. Green Business Club. Ja, en eentje uitblazen natuurlijk. Oh ja, natuurlijk. Nou, loop jij gezellig met me mee, dan lopen we naar de balie, hier naar de desk. Wat heb je voor lekkers gemaakt? We hebben een lekkere cheesecake met Hollandse roomkaas, een taartbodempje, krummel van overgebleven framboosjes en een aardbeidje. Een beetje citroentuin met eigen tuin. Ja, ik ben daar gek op. Nou, het komt helemaal goed. Ik zou zeggen, vraag niet hoe het kan, maar geniet ervan. Maar... je hebt volgens mij nog wat anders meegenomen. Ik heb nog een gerechtje meegenomen, dus die gaan we ook nog even maken. Nou, doe deze eens. Is voor jou. Ja? Neem gezellig mee. Oké. Okay. Hele doos. Nou, ik ga uitdelen. Ja, precies. Nou, Peter, wat ziet dit er heerlijk uit? Vertel, wat is het? Ja, ik heb een mooi gerechtje meegenomen. Het wordt winter, het is herfst natuurlijk al. En ja, wat eet je in de winter, herfst? Dan eet je het. Wild. Wild? Ja. Wild. Wild. Nou, we hebben natuurlijk gekozen voor Nederlands wild. Duurzaamheid is ook belangrijk bij ons. Zeker. Dus ik heb het van de waterleiding Duinen meegenomen. Oh joh. De Amsterdamse waterleiding Duinen, net onder Zandvoort. Mooi gebied, er lopen heel veel herten rond. Dat is lekker best een probleem. Lekker lokaal. Maar daar hebben we natuurlijk een Spaanse touch aan gegeven. Want bij Inside Mamelia doen we natuurlijk Spaans. Ja. Dus ik heb een stoof gemaakt van de het dat overgebleven is. De stoof heeft ongeveer 48 uur lang gestoofd. Er gaan wat paddenstoelen erheen, wat champignons, wat koningsoesterzwammen zitten erdoor. Tomaat en rode pepers. Dus dan gaan we... Ik maak even een proefje vandaag. Heerlijk, het ziet er lekker uit. Dit staat op onze nieuwe kaart. En onze nieuwe kaart gaat 25e in. Maar vanaf komende maandag... Kun je het al krijgen. Kunnen we het al krijgen. Oh, top. En het ruikt lekker, jongen. Ja, het is heerlijk gestoofd. Heerlijk gestoofd. Heel veel specerijen zitten erin. Ja, Spanjaarden houden van smaak. En dan heb ik dat hettenrugfilet heb ik even geroosterd in de oven. Ja. Nou, dan gaan we natuurlijk een paar mooie... Ach, kijk toch eens. Ja, helemaal rosé. Heel mooie rosé. Even een paar plakjes voor de proef. Zo, die leggen we er bovenop. Zo. Dan hebben we erbij wat vossenbesjes. Oh. Die komen uit Noord-Holland, net boven Alkmaar. Is dat wat anders dan cranberry? Ja, ze zijn anders dan cranberry. Ze zijn wat frisser. Maar hier zit natuurlijk best wel veel smaak aan. En je hebt eigenlijk een zuurtje nodig. Ja, het is altijd belangrijk dat je alle smaakjes er een beetje in terugkrijgt. Zoet, zuur, zout, bitter. Een croutonnetje van zuurdezenbrood. We hadden wat brood over. Die hebben we gebakken met een klein beetje knoflookolie. Er wordt niets weggegooid. Niks weggegooid. En natuurlijk een beetje kruid uit eigen tuin in de vorm van bladpeterselie. En dat geeft ook weer een beetje frisse smaak. En ook weer lekker lokaal. En lekker lokaal, uit eigen tuin. Nou, deze hebben we in het groot zometeen bij Inside. En nu even voor hier in de show. Nou, ik kan niet wachten. Ik ga zometeen heerlijk genieten. Dit was de Zuid-Oost-Zee Talkshow. Over 2 weken zijn we er weer met bijzondere gasten. En ik heb vernomen dat we bezoek uit het buitenland krijgen. Houd onze socials dus goed in de gaten. Wilt u ook in de show? Stuur dan een mail naar info@zuidoostzee.com. En volg ons op onze socials. Tot over 2 weken. Dag!